Over smakeloze grap, moet ik eerlijk zeggen, van schrijver Tommy Wieringa. Ja. Het was op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En daar zei hij naast presentator Twan Huis dit. Tegelijkertijd is er vannacht een brandende auto binnengereden in het pand van de Telegraaf. Ja. Nou, en dat werd tijd. Oké. Ja. Ik zie mezelf nu in een live programma op televisie en dan, wat is dan de rebuttal? Wat moet je dan terugzeggen tegen iemand? Panorama vorige week, nee, geldt daar hetzelfde voor? Het geldt hetzelfde voor, ja. Ja. Hij valt heel langzaam. Tja, wat dacht jij toen je dit zag? Nou, ik hou wel van een beetje harde humor eigenlijk. En alleen, dat is altijd, als het dan op jezelf betrekking heeft... op het bedrijf waar je voor werkt, dan word je al iets minder... is het al minder lachwekkend. Ook nog op de ochtend van de aanslag zelf. Ja, dus ik vond dit eigenlijk niet zo gepast. Maar goed, deze Wieringa, over humor moet je nooit discussiëren. Maar ik raakte wel een beetje geprikkeld door het feit dat een directe collega van ons... Twan Huis daar een beetje schaapachtig bij stond te lachen... En eigenlijk ook helemaal niets deed om daar enige iets tegen in te brengen. Dus, maar er wordt gezegd van, joh, er zijn geen slachtoffers gevallen, dus ja, er mag wel een grapje gemaakt worden. Ik vond het een walgelijke grap, maar goed, ik ben niet helemaal onbevooroordeeld. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik vond het ook walgelijk sowieso dat al die gemeenteambtenaren en burgemeesters daar zaten te lachen en te applaudisseren. Hoe dom kun je zijn? Als het een gemeentehuis was geweest, had niemand zo gereageerd? Nee, maar goed, omdat ik niet helemaal onbevooroordeeld ben... heb ik even met wat collega's gebeld bij de Telegraaf. Ja. Wat vinden jullie er nou van? Ben ik nou gek? Of nee, die waren ook woest. Mijn directe collega Mick van Wely, Saskia Belleman, rechtbankverslaggever... Paul Jansen, de hoofdredacteur, waren allemaal woest. Die hadden ook allemaal zoiets. Wij gaan niet meer bij Twan Huis zitten op deze manier. Als een collega van ons zich zo gedraagt in zo'n zaak... dan hoeft dat voor ons niet meer. Wat had hij moeten doen, Twan? Nou ja, je kan toch op zijn minst duidelijk maken of uitstralen... dat je daar toch enige afstand van neemt. En hij had op dat ook moment nog... moeten reageren. We hebben Twan om een reactie gevraagd. Hij wilde eigenlijk jou vandaag ook spreken, maar dat gesprek heb je afgehouden. Nou, ik had het heel erg druk met mijn column. En toen hoorde ik of begreep ik van de redactie hier dat hij mij wilde bellen. Daar had ik op dat moment even geen trek in. Want jullie hebben al een lastige relatie gehad in het verleden... Hè? Vanwege de Holleder-uitzending, waar jij werd aangepakt... omdat je, nou ja, dat hele verhaal het al wel, maar... Toen waren jullie al gebroeierd met elkaar. Toen hadden we niet een hele warme verstandhouding. Toen hebben we eigenlijk onlangs een gesprek gehad om dat uit te praten. Ja. En ja, nou komt dit er weer overheen. En dan heb ik ik heb geen zin in aan tafel te zitten bij mensen die ik eigenlijk niet vertrouw. Dus dat is wel een ding. En nou gebeurt dit weer. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ja, dit is de opgenomen reactie van Twan. Hij kon niet live aan de telefoon komen. Ja. Ik ben net als velen geschokt door de aanslagen op de Telegraaf en vorige week bij Panorama. En veroordeel natuurlijk iedere vorm van geweld tegen journalisten en hun redacties. Tijdens een bijeenkomst gisteren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten sprak Tommy Wieringa een column uit en interviewde ik hem na afloop. En tijdens dat gesprek ging het over bedreigingen van politici, waarop ik hem vroeg naar een reactie op de gebeurtenissen bij de Telegraaf. Die nacht. Wieringa die maakte daarover een als grappig bedoelde opmerking. En achteraf gezien had ik daar meteen afstand van moeten nemen. En ik betreur het dat ik dat niet heb gedaan. Is dit een goed genoeg excuus voor jou? Volgens mij leest hij een verklaring voor. Het gaat over de inhoud. Weet je, ik laat dit even zo. En ik heb hem daarna nog even gebeld om hem toch over te halen. Joh, Twan, kan je echt niet live in de uitzending komen? Want John staat er ook. Hij wilde het echt hierbij laten. Was ook onderweg. Ja. Hij zei ook, het was echt heel stom van me. Ik had meteen moeten reageren, uiteraard. Ik had moeten zeggen, dit zijn uw woorden. Maar ik werd erdoor overvallen. Ik had het wat sterker gevonden als hij het hier ook nu gewoon live in de uitzending had gezegd. Ja, maar zeker. Hij kiest voor deze weg. Ik ga even met mijn collega's overleggen hoe we hier verder mee omgaan. En hoe we hierop gaan reageren. Dus niet om flauw of kinderachtig te doen. Maar ik ben er een beetje klaar mee. Zit in je column morgen? Ik denk wel dat ik daar iets over ga schrijven. Ja. Het is een beetje onhandig begin van Twan bij RTL op deze manier, hè? Jij zegt het. Ja. Nou ja, goed. Dan moet hij extra kritisch worden in RTL Late Night in ieder geval. Valt wat goed te maken. Dan een ander.